Twee broers uit Tremelo, de broers Galicia. Ja, vertel eens even, wie gaat hier de wedstrijd winnen vandaag? Ik hoop mijn broer. Daar gaan we toch een beetje moeite voor doen als het erop aankomt. Staat het hele team achter jouw broer? Wat team? Als ik het team ben, in dat geval wel, ja. Je bent individueel, je hebt geen team, dacht ik, hè? Nee, klopt, klopt. En wat is de reden daarvan? Dan kunnen we ons goesting doen, dan doen we wat we willen. Uiteindelijk is het voor plezier, dat is voor ons het belangrijkste. Dus daarmee. Is het niet makkelijk, volgens mij is het dan toch niet makkelijk opboksen tegenover andere blokken? Nee, maar ja, uiteindelijk opboksen, het blijft op amateurniveau voor ons. Dus ja, koers is koers. En als je dan in een team moet gaan zitten waar dat je voor iemand anders moet gaan werken, dat je niet kent of dat je geen familie is of zo, ja, dan vind ik het een beetje raar. En dan doe ik liever gewoon zo voor mijn broer iets. Dus jij gaat je volledig opofferen voor je broer? In het begin ga ik mijn eigen ding doen. Als het op einde nog samen is, dan zal ik voor hem wel iets doen als ik nog kan. Nu komen we bij de broer, dus dat is de kanshebber. Ja, vertel, wat gaat er vandaag gebeuren? Wat is jouw tactiek? Eigenlijk, ik zou ook zeggen, ik zou voor hem werken. Ik denk dat we eigenlijk voor elkaar wel rijden. Maar ik weet, we weten dat zelf, ik ben eigenlijk de meer de snellere man van ons twee. Dus moest het op een spurt aankomen, dus denk ik wel dat hij mijn kaart gaat trekken. Maar ik hoop eigenlijk wel, als hij in de aanval gaat ofzo, zal ik ook al het werk doen voor af te stoppen, zodat hij voorop blijft. Dus je hoopt in feite op een massasprint? In eerste instantie hoop ik vandaar dat ik veilig aan te komen, want het weer is niet zo geweldig. En de massaspurt zelf ook liever niet, omdat het is een redelijk gevaarlijke aankomst. Dus hopelijk met een groepje wegrijden, dan kan ik nog beter mijn kans gaan in de spurt. Dus je gaat van in het begin de wedstrijd, of je broer gaat van in het begin de wedstrijd proberen hard te maken? Ik hoop dat hij van in het begin meegaat met aanvallen. Ik ga ook proberen als ik kan, maar eerst gevoel afwachten. En wie zijn dan de gevaarlijkste concurrenten? Waar verwacht je tegenstand? Ik heb al een paar mannen gezien van Heist, Cycling Team Heist, Matthias van Rooij. En van Hens Maas, Jarne Kastermans, toch wel een grote ploeg. Dus ik denk dat die mannen, dat zijn wel mannen om in de oog te houden. Hoe komen jullie in feite tot het wielrennen? Twee broers. Ik hoorde ook iets van voetbal. Ja, mijn broer speelt een beetje zaalvoetbal voor de fun. Maar wel zijn eigenlijk opgegroeid in een koersfamilie. Mijn grootvader reed koers, beide grootvaders reed de koers. Ons vader reed koers. En dat was eigenlijk redelijk normaal dat wij ook gingen koersen eigenlijk. De combinatie lijkt me nogal niet evident. Voor het voetbal ook. Ja. Ik heb anderhalf jaar geen wielrennen meer gedaan en dan vorig jaar terug begonnen. En ik heb toen gezegd tegen de familie ook van ik wil meer op plezierniveau koers beleven en dan samen met mijn vrienden ook wat zaalvoetbal spelen. En ik heb een goede combinatie gevonden en ik probeer het zo te combineren. Maar wat is jullie toekomst? Willen jullie ooit prof worden? Of? Die ambitie heb ik al lang opgegeven. Ik heb die ambitie ook. Ja, ik zou willen, maar ik weet ook dat dat is momenteel niet meer mogelijk. Wat ontbreekt er? Ja, talent. Het echte talent om echt die overdrive nog te kunnen doen in die echte finale. Dat is iets wat wij, als we erbij zijn in de finale, zijn we wel al content. Maar om dan dat extraatje nog te doen, dat is iets wat wij gewoon niet kunnen. Wanneer is de familie tevreden? Ik denk als we vandaag beide heel uit aankomen, want er waren al verschillende berichten van gaan jullie starten met dit weer. Dus ik denk dat dat in eerste instantie het belangrijkste is. Jullie rijden graag in de regen of niet? Eens dat het bezig is, maakt het voor mij niet uit en dan vind ik het soms zelfs plezant. Ik heb mijn beste resultaten in de jeugd gereden in de regen, dus voor mij is het wel goed. Welke resultaten zijn er? Ik heb als eerste jaar junior in Zepperen, dat was toen de grootste koers van België, 12e plaats, derdejaars. Toen waren er met 250 man, dus ik kan niet klagen. We houden jullie alle twee in de gaten. Dat mag. Dat mag, zeker. Een foto misschien tussen.